wereld van. In de wereld van. Games. Elke dinsdagavond de mannen van de PU hier in de studio. Vandaag Florian en Nino aangeschoven. Yo, yo. Goedenavond. Goedenavond. Hoe is het leven? Ja, fijn wel. Fijn. Ja, kijk. Prima. Ik mag niet klagen, maar klagen ga ik nooit. Nee, jij bent positief in het leven, zei je. Zeker, ja. Nou, ik zou zeggen, brand dan maar gelijk los met het laatste game nieuws. Ik ga even lekker zeiken. Ik ga even zeiken over Drive Club. Ja. Drive Club ligt morgen 2 weken in de winkels. Mm-hmm. En om maar een heel lang verhaal kort te maken, die game is nog steeds offline. En Drive Club, de naam zegt het al een beetje. Clubs, je kan clubs maken in die game. Mm-hmm. En dus online zou een heel groot gedeelte van die game moeten zijn. En er zijn echt alleen maar serverproblemen. En het is heel moeilijk om een potje online te kunnen racen. En dat duurt dus nu al 2 weken. Florian, jij hebt die game gereviewd. Wat voor cijfer heb je hem gegeven? Ik heb hem een 78 gegeven. En zou je hem nu nog een 78 gegeven? Ja, weet je. Maar het is een beetje two sides of the story. Omdat, weet je, aan de ene kant denk je van, hoe kan je zo dom zijn, weet je, om zo'n game uit te brengen en dan zulke flutservers erachter te hebben. Aan de andere kant, zij zeggen van, ja, het is niet een kwestie van dat we te weinig servers hebben of zo. Het is een kwestie van, er zijn bugs op die servers. En uiteraard hebben ze, voordat zo'n game uitkomt, hebben ze al beta-tests om dat te testen, zeg maar. En toen hebben ze geen problemen gehad. En op de dag van launch ging die hele server plat. Maar is er een prognose wanneer dat dan wel goed moet gaan? Of, Het is nogal moeilijk. Omdat, weet je, mensen die denken van, ja, weet je, prikt er een paar servers bij en je bent van het probleem af. Maar dat blijkt dus zeker niet zo simpel te zijn. Ze zijn er al 2 weken mee bezig nu. Ze zeggen elke dag, er zit verbetering in. En ja, er zit ook verbetering in. Alleen, ja, weet je, nogmaals, we zijn 2 weken verder. En weet je, de hype om die game, het is weg. En er zou ook een gratis versie van die game komen voor PlayStation Plus abonnees. En die gratis versie die hebben ze heel even uitgesteld om te zorgen dat die servers niet te druk zijn. 2 weken later is die gratis versie, die op dezelfde dag als de normale versie uit te komen, nog steeds niet beschikbaar. Precies, ja, het is een faal dus. Ja. Ander nieuws. Wel leuk nieuws eigenlijk. Toch wel, ja. Ja, zeker. Gelukkig. Afgelopen vrijdag heb ik de nieuwe Call of Duty gespeeld. Ja. Tegen niemand minder dan Afrojack. Niet. Hoe kan dat? En dat was echt heel erg tof. Waarom mag jij tegen Afrojack spelen? Ja, omdat ik nou eenmaal een van die lucky bastards ben die bij Power Unlimited werk. Maar vertel, hij had een concert in de Ziggo Dome. Ja. Dat was vrijdagavond. Het was uitverkocht trouwens. 12.000 man ging daar los. Het was echt één groot feest. Scheen heel goed te zijn, hè? Het was echt heel erg vet. En nou moet ik wel zeggen, met de DJ's tegenwoordig, ja, ik weet niet hoeveel er nog wordt gemixt live en zo. Nee, daar gaan we het nu niet over hebben. Jij bent van de games. Oké, prima. Het was echt een hele vette show. En daarna dus inderdaad was er een afterparty. En daar was pers voor uitgenodigd. En een blik BN'ers hadden ze opengetrokken. En die waren er ook. En daar hebben we dus al de nieuwe Call of Duty kunnen spelen. En die komt in november uit. En het toffe was dat ze dus inderdaad Afrojack na zijn concert ook even binnenkwam lopen. En ook even een potje meespeelde. Is hij een gamer? Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Ja, was heel grappig. Ja? Ik had eigenlijk niet verwacht dat hij zoveel games speelde. Maar buiten Call of Duty, hij is ook echt een hele grote Final Fantasy fan bijvoorbeeld. Oh. En dat stond ik echt van te kijken. Want dat zijn echt games waar je heel veel tijd in moet stoppen. Ja. Maar hij vertelde dus ook gewoon heel droog dat hij gewoon in zijn privéjet heeft hij al die consoles staan. En dat is de tijd dat hij gamet. Wat een naarleven. Nou, echt vreselijk. Over feestjes gesproken waar absoluut niet live gemixt gaat worden. Donderdag hebben we een fucking groot Power Limited feest. Oh ja, dat is waar ook, ja. Jep. Ja, wat? Ja, jep. Ja. In de Social Club in Amsterdam. Voor al onze trouwe lezers. En gaan allemaal games live spelen. Het wordt een grote pu-show. Er zijn nog een paar kaartjes als je erbij wil zijn. Van 4, 5 tot 9 in de Social Club in Amsterdam. Check even pu.nl voor meer. Maar er wordt in ieder geval niet live gemixt, zeg je wel. Er wordt niet live gemixt, maar wel live gespeeld. Maar je vergeet wel het belangrijkste ook. Wat vergeet ik het belangrijkste? Gratis bier. Gratis bier? Gratis bier, mensen. Komt een goed feestje. Als we iets doen, doen we het goed, hè? Dat belooft een mooi feest te worden. En vandaag is de game Borderlands. De pre-sequel. Dat is zeg maar de... Ja? Leg het eens uit. Ik heb het net een heel klein beetje stiekem zitten opzoeken. Je hebt zeg maar al 2 delen ervan. Mm-hmm. En nou deel voor deel 1. Nee. En dan ik heb het uitgelegd. Het is de prequel op deel 2 en de sequel op deel 1. Dus het zit precies tussen Borderlands 1 en 2. En het vertelt het verhaal tussen 1 en 2. Het is anderhalf. Absoluut. Absoluut. Nou, vertel. Ik heb die game gereviewd voor PU. Daar heb ik een uurtje van 30, 40 in gestoken. Ik ben onwijs fan van de serie. Ik heb echt meer dan 100 uur in allebei de eerste delen gesproken. De serie naar mijn hart. Ik vond het ook heel tof. Want als je Borderlands fan bent, is dit meer Borderlands. Mm-hmm. En dat is heel tof. Maar
het is wel alleen meer Borderlands. Niet als die game het wiel opnieuw uitvindt. Niet als die game compleet over een andere boeg heen gooit. Maar het is... Laten we eerst even beginnen. Wat is het wiel? Als je Borderlands niet kent. Borderlands is een beetje komisch knalspelletje. Waarbij je letterlijk miljoenen verschillende wapens hebt. En jouw doel is een beetje om de vetste wapens te zoeken. Die door die hele wereld verstopt. En dat doe je door gasten af te knallen. En door een beetje weg door die wereld heen te banen. Voor gamefans. Het is een beetje een kruis tussen Diablo. En Diablo gaat het ook heel erg om een vetste loot te vinden. En dat gaat ook zo in Borderlands. Maar ja, dan met de gameplay van een schietspelletje. En het knalt heel erg lekker weg. En wat is nou het verhaal in deze pre-sequel? Dus die tussen deel 1 en 2 in? Na het einde van deel 1 is er een soort van goedje in de wereld gekomen. En daar zijn allemaal mensen corrupt geraakt. En er is ontdekt dat er op de maan van de planeet van de eerste deel een vault zit. Een soort van kluis met allemaal nog meer vette wapens en rijkdommen en zo. En jij moet die maan gaan... Die kluis op de maan, die vault op de maan gaan openen in die game. Dus dat. Maar ik hoorde net al, want je gaf net al een beetje weg. Het is net niet, als ik het zo beetje probeer. Het is echt een serie naar mijn hart. En ik had heel veel zin in deze game. En nogmaals, ik heb er heel erg mee vermaakt. Maar het is precies wat je denkt dat het doet. Het verrast niet. Het is ook niet voor de Xbox One of de PlayStation 4. Nee, het is echt een Xbox 360 PlayStation 3 game. Dus grafisch ziet er allemaal strak uit. Maar het is niet, weet je, als je in een wereld waar Destiny en de Drive Club en dat soort games zijn. Mm-hmm. Is het grafisch niet heel indrukwekkend. Het verhaal, dus je weet wat er begint en je weet hoe het eindigt. Want je hebt Borderlands 1 en 2 al gespeeld. Mm-hmm. En daarintussen vult het een beetje de blanks in. Maar dat is ook kan alles. Kan je het alleen spelen als je Borderlands 1 en 2 hebt gespeeld? Ik ga er aanzienlijk veel meer... plezier uit hebben als je Borderlands 1 en 2 hebt gespeeld. Plus, als je Borderlands 1 en 2 niet hebt gespeeld, dan zou ik eerder gewoon bij Borderlands 2 beginnen. Want dat is het beste deel in de serie. En dat is een beetje het probleem met Borderlands pre-sequel. Dus het is niet het beste deel in de serie. Maar waarom zou je dan als uitgever, misschien klinkt nu heel dom, maar waarom zou je dan opeens een deel daartussen gaan uitbrengen? Nou, het ding is, het is wel dezelfde uitgever als die andere eerste twee games, maar het is een andere ontwikkelaar. Dus ik denk dat zij die andere ontwikkelaar een soort van, ja, hier gaan we maar een Borderlands game maken, maar jullie hebben nog niet het recht om een Borderlands 3 te maken, dus je mag een soort van tussendeeltje maken. En ja, het is letterlijk een tussendeeltje, dat is het hele probleem. Nou, het probleem, ik loop nu af te zeiken, maar het is absoluut, maar als jij Borderlands fan bent, als je fan bent van knalspelletjes, dan ga je hier echt wel een goede 40 uur helemaal los op. Ik heb me een paar keer echt keihard lopen lachen en het zit allemaal heel goed in elkaar. Die game doet helemaal niks mis. Maar ja, gewoon als fan van de serie hoop je toch op iets meer, weet je wel. Stiekem had je er iets meer verwacht, maar best een goede game. Hey, absoluut, absoluut. Als je deze game in huis gaat halen, dan ga je geen moment vervelen. Ik vind vooral de stijl van die game is heel erg tof. Ja, het ziet eruit als een grote soort van vette tekenfilm. Precies, het is echt een beetje comic-achtig of zo. Weet je? Ze noemen het self-shaded en het zijn eigenlijk gewoon... Het is getekend met een hele dikke zwarte lijn eromheen. En dat ziet er echt heel erg cool uit. Zelfs op die oude consoles eigenlijk. Het ziet er tof uit. Dus het is alleen jammer dat het niet op de next-gen consoles is ook. Ja, precies. Maar dit is geen game zoals Borderlands, weet je wel. Absoluut niet. Maar we gaan hem toch weggeven. En daar hoort een vraag bij vandaag. Dus let even goed op. Nino? Jij? Wat is de vraag ook toch? Ja, mag ik hem een keer stellen? Oh, je mag hem voor mij stellen. Ik wil hem ook stellen. Hoe heet het? Ja, jullie fluisteren me altijd in. Hè? Het is niet dat ik zelf deze vraag dacht, jij weet alles van die serie, toch? Nee, maar de vraag is... Hoe heet het irritante robotje... Ja. Waar je nu eindelijk mee kan spelen in Borderlands The Pre-Sequel? Ja, helemaal goed. En dat is belangrijk. We geven hem weg. Degene die wint, die mag kiezen. Wil je hem op de Xbox 360, PlayStation 3 of PC? Maakt niet uit. Wij zorgen dat je die versie krijgt. Kijk. En Rob, goedenavond. Goedenavond. Jij bent volgens mij wel een groot fan van de serie. Ja, sinds de release al. Ik denk dat ik er wel 300 uur in heb zitten of zo. Oh, kijk, wow. Want jij stuurde ook de meest uitgebreide versie. Want je kan natuurlijk alleen de naam noemen, maar jij stuurde ook nog de codetaal erbij, zeg maar. Ja, zo heet die officieel, hè. CL4PTP. Ofwel Claptrap. Ja, dat is helemaal goed. Fantastisch, nou, kijk, maar dat betekent dat jij hebt gewonnen. Yeah! Wacht even. Als je hem al 300 uur hebt gespeeld, hoef je het dan niet meer te winnen. Nou, met de pre-sequel heb ik nog niet gespeeld. Oh, dan komt het helemaal goed uit. Ben jij een spelverpester, Nino? Nee, ik moet eerlijk blijven. Nee, is goed. Mag hij alsnog winnen of niet? Hij mag alsnog winnen. Ja, absoluut. Nou, bij deze Rob, gefeliciteerd. Jij wint de pre-sequel van Borderlands. Ah, dankjewel. Geniet ervan, hè? Ja, helemaal. Komt goed, dank je. Fijne avond. Yo. Bye.